Ja, het is een dilemma voor veel mensen die wel eens in een parfumwinkel komen. Welk geurtje past het beste bij mij? Nou ja, goed nieuws, er is een oplossing. Namelijk deze parfumgids van Roos Lubbers uit Gilze. En hierin staan meer dan 260 geurtjes beschreven. Roos, van harte welkom. Ik wil eigenlijk mening weten. Hoe weet ik nou welk geurtje mij onuitstaanbaar lekker laat ruiken? Dat iedereen achter je aan loopt en zegt van zo, jij ruikt lekker. Nou, we ruiken allemaal, we hebben zelf allemaal al een eigen geur. Dus als het goed is, lopen er al mensen achter jou aan om wat je sowieso al... Ik heb er één gescoord, is gelukt, okay. Ja. Die is waarschijnlijk op jouw eigen lichaamsgeur afgekomen. Maar als je dat wat wilt accentueren, dan kun je het best, wat mij betreft, zoeken op genres. Okay. Dus in een platenzaak ga je op zoek naar klassiek of naar jazz. En binnen dat genre ga je kijken naar een bepaalde artiest. Mm-hmm. En zo kun je al die geuren, want het zijn er inmiddels zoveel, kun je ook opdelen in genres. Ja. En dat maakt het makkelijker zoeken. En hoeveel zijn er? Hoeveel geuren? Hoeveel genres zijn er? Nou, als je gaat kijken naar de genreleer, hè, als je internet afstruint, dan kom je van alles tegen. Ik ben uitgegaan van 14 genres. Oké, maar prima, leuk, genres, maar dan weet ik nog steeds niet welk genre dan bij mij lekker is. Klopt, nou daar is de gids dus een heel handig handvat voor. Ik zal hem even laten zien ook, voor de mensen thuis. Daar staan alle geuren per genre ingedeeld. Ja? Dus de meest voorkomende geuren. Er wordt wat uitgelegd. Je slaat toevallig gourmand open. Mm-hmm. Dat betekent... Past die dan bij mij als die spontaan open gaat? Ja, dat is grappig. Oh, is dat zo? Want ik had begrepen dat jij flowerbomb draagt. Ja, dat is wel een van mijn lievelingsluchtjes, ja. En die heb ik meegenomen. Echt waar? Wat goed. En dat is dus een hele zoete, suikerspinachtige geur. Oké. Okay. En dat is inmiddels een heel genre geworden. Maar hoe ga je er nou vanuit? Want bijvoorbeeld iedereen heeft wel een luchtje thuis staan. En dan zeg je, dat vind ik lekker. Dan kun je dus opzoeken welk genre daarbij past. Precies. En vanuit daar ga je verder zoeken. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er ook nog wel andere genres zijn die ik ook heel lekker vind ruiken. Klopt, maar het kan ook best zijn dat je ook al meerdere geuren hebt gedragen in je leven. Mm-hmm. Of dat je een vriendin of een moeder of wie dan ook hebt waarvan je denkt... Dat die ruikt heerlijk, die ga ik eens bij mezelf proberen. Maar dan kan die bij mij ook nog gruwelijk niet lekker ruiken. Precies, ja. Want je moet het altijd op jouw huid testen. Maar hoe kom je er nou achter dan? Doen. Gewoon doen? Kwestie van doen. Ik zal eerst een voorselectie maken welke genres je prettig vindt. Want net als met koken of met gerechten, je kunt van de Thaise keuken houden of van de Italiaanse keuken. Maar je kunt terugvallen op bepaalde soorten eten. Oké. Okay. Maar als ik het dan... Want hoe heb jij het omschreven? Hè? Eventjes een... wat zal ik eens pakken? Cacherel, bloemen op de manier van Anaïs, maar dan lichter, hedendaagser en gewoner. Een typische 13 in een dozijn geur. Niets nieuws. Ik pak er meteen een uit die je niet zo lekker vindt. Oké, okay, maar als je dit omschreven hebt, weet ik dan genoeg? Want nou, het is natuurlijk ook een stuk mening van jou. Dat is zo. Ik heb wel al deze geuren allemaal op mijn eigen huid getest en op andere huiden. Ja. Dus het is niet zo dat ik elk genre lekker vind. Maar binnen elk genre heb ik wel een aanduiding gegeven wat ik de mooiere binnen het genre vind. Oké. Okay. Kunnen we een beetje naar de praktijk gaan? Je hebt een paar geurtjes meegenomen. Ja. Nou, ik had gehoord dat jij flowerbomb lekker vindt. Mm-hmm. Dan wil ik je nog eens wat suggesties laten ruiken. Ja, dat kaartje weer, hè? Ja. Dat is inderdaad een beperking. Ruikt ook lekker. Maar je moet natuurlijk je moet ergens een voorselectie maken. En je kunt natuurlijk niet al die honderden geuren op je huid uitproberen. Dus nee. Een kaartje helpt bij de voorselectie. Oké, okay. Hoe heb jij nou deze selectie gemaakt uit je boek? Want het zijn 260, iets meer dan 260 geuren die je beschreven hebt. Waarom deze en niet? Jij wil niet weten hoe vaak ik ze allemaal neer heb gezet. Hoe vaak ik ben gaan schuiven van, wat ben jij? Wat ben jij voor geur? Nee, je bent toch dit. Nee, je bent toch dat. Ja? Het zijn allemaal karakters. Net als mensen. De een is verlegen, de ander is dominant. Nou, en dan ga je zoeken van welke geur heeft dezelfde uitstraling. Zegt dat er iets over? Want ik heb dan die Victor en Rolf, flauwebom. Zegt dat iets over mijn persoonlijkheid? Ja. Dat zegt wel iets over je persoonlijkheid. Dat is een leuke persoonlijkheid, anders hoef je niet uit te leggen. Nee, ja? Maar dat zegt iets over je. Als je bijvoorbeeld van citrusgeuren zou houden, zou je een heel ander type zijn. Ja. Dus ik kan mij voorstellen dat jij op gourmand geuren valt. Oké. Okay. En als ook laatste, op de geur die ik je net liet ruiken. Wij gaan hier na de uitzending gewoon eventjes door met ruiken, want ik vind het reuze interessant. Draag je zelf nog een luchtje? Heb jij een lijfluchtje? Vaak niet. Waarom niet? Nou, omdat het tussen mij en de wereld in staat. Dat klinkt wat blasé. Maar ik ben elke dag aan het testen.
elke dag aan het ruiken. En ik vind het soms ook heerlijk om gewoon naar even niks te ruiken. En anders bedwelm je jezelf ook iedere keer. Ja. Oké, okay. Nou, reuze interessant. Dankjewel voor je komst. Okay. Ja, en wil je nou ook dit boek hebben? Dat kan, want we gaan er eentje weggeven. En daardoor kun je ons mailen of een berichtje achterlaten op onze Facebookpagina. En vertel dan waarom jij vindt dat jij nou dit boek nodig hebt om het juiste luchtje te vinden. Dankjewel, Roos.